De Graafschapsspits Charleston Benschop keert terug in de basis in het uitduel tegen Heerenveen. De superboeren hopen zich zaterdag te revancheren na de eclatante 0-5 nederlaag in eigen huis eerder dit seizoen. Als Charlie fit is, gaat hij 100% spelen. Die jongen is gewoon de kapstok van de ploeg en teamplayer. Ja, dat is net wat we nodig hebben. Pas er wel goed op, hè, dat we hem niet kapot maken morgen in de wedstrijd. Maar ik ga er vanuit die kan spelen. Bowie stapt ze net uit. Is die geblesseerd? Ja, ietsje met zijn enkel. Dus dat gaan we even bekijken binnen. Maar gelukkig hebben we nu genoeg spelers, dus dat kunnen we opvangen. Hoe bevallen de eerste maanden in Doetinchem? Ik heb het naar mijn zin hier. Leuke groepen mee te werken, fijne staf om mee te werken. En ik sta nu onder de lat en dat is wel waarvoor ik ben gekomen uiteindelijk. Wat verwacht jij van de wedstrijd tegen Heerenveen? Het zal een hele moeilijke wedstrijd worden. Ik denk, ze scoren veel de laatste wedstrijden Heerenveen. Het duo Flap en Lammers is in vorm. Dus het kan wel eens gaan stormen daar. Het is niet alleen hun, het is ook wat ze erachter brengen en hoe ze hun stelling krijgen. En de zijkanten, hè? Van Bergen en Johnson, dat zijn ook, Johnson ook creatief, ook snel. Ja, dit is gewoon een lastig te bespelen ploeg. Maar klaar, als we het eerste stuk doorkomen, dan kunnen we een heel eind komen. Dat zag je vorige week ook. Hoe kunnen jullie daar alsnog voor zorgen dat jullie daar punten gaan pakken? We moeten als team bij elkaar blijven. Efficiënt zijn in de kansen natuurlijk. En zorgen dat we zo min mogelijk weggeven. Heeft Cambuur al gebeld? Nee, hij heeft me niet gebeld. En het gaat nu allemaal. En wat er is interesse. Dus daar ben ik heel trots op. En nogmaals, dat heb ik alleen maar te danken aan de Graafschap. En laten we daar ook trots op zijn. Alleen dat zetten we na het weekend. Want Heerenveen is het allerbelangrijkste. En als dat één keer geweest is, dan hak ik ook zomaar door. Bam. Dus, want het gaat niet om geld of interessant doen. Het gaat gewoon om dat we ergens trainer worden, Sander en ik, wat we leuk vinden en dicht bij huis. En daar ga ik niet om lang op wachten. Het gevoel is het gevoel. En boem, dan knallen we door. En dan is dat maar geweest. Want het gaat allemaal om de Graafschap. En de Graafschap moet in de Eredivisie blijven. En dat is veel belangrijker dan de hele situatie rondom Henk Dion.